Fijn dat u luistert naar deze Bijbelstudie, getiteld God werkt door minderheden. Hiervoor nemen wij een Bijbelgedeelte uit Johannes, hoofdstuk 6, vers 60 tot 70, en wel vanuit de Statenvertaling. Velen dan van zijn discipelen die horende zeiden, deze rede is hard, wie kan derzelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zo zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven, maar er zijn sommige van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was die hen verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven is door mijn Vader. Van toen af gingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalven, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde hun, heb ik u niet uw twaalf uitverkoren en één uit u is een duivel. Voor deze overdenking nemen wij nog een keer vers 60, 66 en 70. Van toen af gingen vele zijne discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde hen, heb ik u niet 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. Tot zover het woord van God. De titel van deze boodschap, van deze Bijbelstudie luidt, God werkt door minderheden. En ik moet u waarschuwen, dit is een hele ernstige Bijbelstudie. Gods woord is altijd ernstig. Het is niet een woord wat naar de mens is. Wij werken niet om mensen te behagen, maar wij hebben een taak om mensen te wijzen op wat God heeft gezegd. U en ik leven in een ernstige tijd, waar heel veel op ons afkomt. Misleiding, geweld, oorlogen, rampen, te veel om op te noemen. En ons volk wil zich maar niet wenden tot de God van Israël voor hulp en leiding. Vandaar dat wij zo'n boodschap moeten maken zoals nu. God werkt door minderheden. God kijkt naar enkelen die met hem willen samenwerken. En ik wil het nu met u hebben over een heel ernstig onderwerp. Een onderwerp waar u nooit zelf bij stil zal staan. Waar nooit over gepredikt wordt in ons land. Waar nooit op gewezen wordt. Maar wel degelijk gebeurt. Onder ons. Als voorbeeld neem ik dat enkele jaren geleden ontplofte een kerncentrale in Rusland. Nou, de gevolgen waren rampzalig. Maar wat momenteel veel erger is dan de vernietiging van die kerncentrale, dat is het probleem van rassenvermenging. Dit gebeuren staat op nummer 1 op de agenda van onze volksvertegenwoordigers en van ons staatshoofd en haar regering. Volgens de God van Israël is dit een veel grotere ramp dan de kernontploffing. Want deze bom vernietigt Gods koninkrijk op aarde. Satan is op slinkse wijze bezig
om Gods nageslacht op aarde te vernietigen door te infiltreren of te verbasteren. Ja, u hoort het goed, want ons land wordt genoemd een multiculturele samenleving. Wat u en ik niet weten, of wat nooit geleerd is, is dat Nederland niet zomaar een volk is samengeraapt uit allerlei volkeren en dan op bij elkaar geveegd en zeggen we nou, we plakken er een naam op, Nederlanders. En dat is het dan. Nou ja, dat we blank zijn, dat is een bijkomstigheid. Nee, het zit veel dieper. U en ik, Nederlanders, behoren tot het Koninkrijk van God. Ik kan u bewijzen dat Nederland afstand van het verloren huis van Israël. Vandaar dat ik deze Bijbelstudie durf te maken. Ik weet wel dat mensen zullen ploffen van woede, omdat ze het woord racisme horen. Maar ik moet u waarschuwen. God heeft ooit tegen de profeet Ezechiël gezegd, mensenkind, ik heb u als wachter over het huis Israël aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. U vindt dat in Ezechiël 3 vers 17. Dat is mijn persoonlijke tekst die ik ooit van God als opdracht heeft gekregen om te gebruiken. Waarschuwen. En daarom doe ik dit. Want als wij Gods woord niet goed kennen, ja, en alles wat er nu gebeurt, blijft voor u een raadsel. De vraag zal wel zijn, waarheen zijn wij op weg? Maar als Gods kinderen bezitten wij zijn woord als levend kompas. Daarom waarschuwt hij ons zo nadrukkelijk. En daarom is God momenteel bezig om zijn kinderen buiten de georganiseerde kerk te plaatsen. En dat doet God op een hele bijzondere wijze. Want Jezus werkt door minderheden. Als we nou ons tekstgedeelte analyseren vanaf vers 5, dan zien we dat Jezus een grote menigte voor zich had. We lezen Jezus dan, de ogen opheffende en ziende dat er een grote schare tot hem kwam. In Matteüs 14 vers 21 lezen wij van die schare. Zij die gegeten hadden waren ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus als wij vers 60 lezen, dan zien we dat er zeer veel leerlingen wegliepen. Men moet bedenken dat de Heer Jezus hier preekt. En tijdens deze preek lopen 5000 mensen weg. Zij keren hem de rug toe, want het woord van God was te hard. Zij riepen, deze reden is hard, wie kan derzelfde horen? Nou, nu moeten we goed opletten, welke woorden gebruikt de Heer Jezus dan? Hij had namelijk gezegd in vers 27, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in eeuwig leven, welke de Zoon des mensen u geven zal, want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. En dat is nou net wat ons Nederlandse volk niet wil. Zij willen de Zoon van God niet langer meer hebben als iemand die over hen regeert. Men jaagt naar het stoffelijke, maar naar het eeuwige hebben ze geen belangstelling. Ja, een beetje spiritualisme, een beetje religie en een beetje dit en een beetje dat. Een beetje goed, want als we maar een beetje ons gezellig voelen, dan willen we een beetje godsdienstig zijn. Nee, maar die Zoon van God dienen met heel hun hart, dat is in Nederland totaal verdwenen. Die kerken zijn nutteloos geworden. Daar is geen kracht, er wordt geen kracht meer gepredikt. Laat staan de waarheid. Jezus leert ons dat het stoffelijke nutteloos is. Hij zegt ook, verzamel dan de schatten niet in de die je kan hebben, maar verzamel schatten in de hemel. En Jezus spreekt ook nog eens een keer van zelfverloochening.
Als dat één ding is om het koninkrijk in te gaan, dan geldt een geweldige eis. God eist zelfverloochening. En dat is de moeilijkste opdracht die Jezus ooit aan een mens heeft opgedragen. Om Jezus te kunnen volgen, moet je je eerst jezelf verloochenen. Anders kan je niet met hem omgaan. En de massa is nooit bereid geweest om dat te doen. Want lees maar vers 29. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En deze woorden zijn te hard tot op vandaag aan de dag toe. Dat is wat ik persoonlijk als evangelist ervaar. Omdat niemand wil geloven dat Jezus gezonden is als de gezalfde koning van Israël. Daarom zegt vers 30, zij zeiden dan tot hem: wat voor teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat voor werk doet gij? Zij willen een teken. Ze weigeren om Jezus te aanvaarden als de belofte van God gezonden aan en voor Israël, want vers 33 beklemtoont dit, want dat is het brood Gods dat uit de hemel nedergedaald en aan de wereld het leven geeft. En wat is nou de reactie van de toenmalige Joden, maar wat is ook de reactie van u en mij, van ons volk vandaag? We lezen dat in vers 41 en 42. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is het niet Jezus, die zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu: ik ben uit de hemel nedergedaald? Zij weigeren om in hem de beloofde Messias te zien. En vandaag aan de dag, ik zeg het u rechtuit, lopen er miljoenen christenen met oogkleppen op die het ook niet zien en zij weigeren om Jezus als de gezalfde koning van Jezus te erkennen. Dat was niet alleen in Jezus daar, hè, maar dat geldt in bijzonder voor onze tijd. Men wil van de Heer Jezus iets anders maken dan dat God van hem heeft gemaakt. We hebben een gereformeerde Jezus, een hervormde, een pinkster, een baptiste Jezus. We hebben een gemengde Jezus, we hebben allerlei soorten Jezus. Maar de kerk kent niet de gezalfde koning van Israël. Tot zover deze overdenking even. Want tussen deze bedrijven door draai ik ook een paar prachtige liederen van Gert en Hermien. Alles neemt en de ander van armoe vergaat. Is het waar dat de een van de ander vervreemdt en dat liefde verandert in haat? Dat geweld slechts regeert, dreigt er oorlogsgevaar. Ja, ik weet voor mijzelf, ja, ik weet, het is waar. Is het waar dat een mens zich vergetelheid koopt en daarin dan ten onder moet gaan? Dat een kind als verdwaald in het bos eenzaam loopt en zijn hulpkreet zelfs niet wordt verstaan. Dat de roos
van de liefde niet bloeit als verleer. En ik denk, het is waar, o mijn Heer. Daarom richt ik mijn schreden naar Jezus en ik kniel aan de voet van het kruis. Want onze zonden droeg Hij, Jezus maakte ons vrij, Hij vernieuwt en brengt veilig ons thuis. Is het waar dat de boom al verwelkt voor zijn tijd en de zee straks geen leven meer heeft? Dat de een niet meer ziet hoe de andere lijdt, nou dan zeg ik tot al wat nog leeft. Slechts de liefde van hem aan het kruis openbaar is de toekomst, de hoop. Ja, ik weet dat is waar. Is de toekomst, de hoop. Ja, ik weet, dat is waar. Gert en Hermien kunnen het niet beter onder woorden brengen dan ik. Prachtig, zoals zij dat mooi hebben bezongen in dat lied. Dit is de toestand zoals het vandaag aan de dag is en zo voelen de mensen zich ook tegenover God. Voordat zij gingen zingen, ben ik geëindigd met de zin: men wil van de Heere iets anders maken dan dat God van hem heeft gemaakt. In Johannes 17 lezen wij van de berg der verheerlijking, waar God gesproken heeft, dat wij naar hem, naar Jezus, moeten luisteren. Gods zeer geliefde Zoon, de gezalfde koning van Israël. Dit overdenkende kom ik erachter hoe humanisme en liberalisme het christendom is binnengeslopen. En als men de kans krijgt om met mensen over deze zaken te spreken, komen er al snel achter dat de mens voor zichzelf een God gefabriceerd hebben die bij hun zienswijze past. Mensen willen Jezus annexeren voor hun eigen plannen en ideeën. Neem de kerken, vrije gemeentes, voorgangers nemen besluiten en vragen daarna schijnheilig om Gods zegen. Maar de schrift zegt duidelijk iets anders. In vers 45 staat er geschreven: er is geschreven in de profeten. En zij zullen alle door God geleerd zijn. En ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, kom tot mij. Daarom is onze positie zo bijzonder, omdat wij noemen ons kwartiermakers van het Koninkrijk Israël, bezig zijn om Gods heilsgeschiedenis aan u, dus aan Israël, kenbaar te maken. En daarbij denk ik altijd aan mijn eigen volk. Waarom liepen vele discipelen van Jezus weg toen hij zei en de volgende crisiswoorden sprak? Vers 51 en 54. Want hij had gezegd: ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik hem geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. God geeft ons eeuwig leven en wij hoeven het alleen maar te aanvaarden. Als wij zijn Zoon aanvaarden, geeft Hij ons eeuwig leven. En nou verwacht die Zoon dat we zijn vlees eten, zijn woord, zijn belofte. Ja, ik praat wel eens met mensen in de kerk. Maar die hebben niet door dat je niet zomaar aan het avondmaal kan deelnemen, want dat is een hele plechtige zaak, want ze begrijpen wel dat dat zelfvernietigend is. Want dat eist zelfverloochening, verandering van identiteit. Want de Bijbel leert ons dat broodkorrels moeten fijn gemalen worden, zodat ook de druif fijn geperst moest worden, willen beide in eenheid door Christus
gebruikt kunnen worden. Voor de Joden was dit onaanvaardbaar. Bedenk wel dat het woord zegt dat zij discipelen van de Heer Jezus waren. En zo geldt dat vandaag aan de dag ook voor het hedendaagse kerkvolk. Zij doen zoals in vers 60 en 66 geschreven staat. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is te hard, wie kan er aan horen? Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Hoeveel mensen in de kerk hebben Jezus niet de rug toegedraaid toen zij erachter kwamen dat zijn reden te hard is? 60% van ons volk zegt al niet meer te geloven in de God. Er zijn zelfs predikanten die zelf niet meer geloven en zeker niet meer in de opstanding van de Heer Jezus. Ja, dat geldt ook voor onze eigen Bijbelstudiekringen. Soms is het te hard en men kermt dan luidruchtig. Ik merk het zo dikwijls. Maar dan komt Jezus met zijn uitdaging en hij zeide dan tot de 12e, wilt gij dan ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van het eeuwig leven. Naar wie moeten wij naartoe als we Jezus de rug doordraaien? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? U kan niet met een beetje vroom gepraat God dienen, dat is helemaal onmogelijk. We hebben niet door dat het Satan gelukt is om de kerkmensen nog steeds moedermelk te laten drinken. Ze zijn nooit volwassen geworden. Dit is mijn persoonlijke ervaring als ik met kerkmensen spreek. Neem hun moedermelk weg, dan sterven ze van honger. Want ze zijn gebonden aan leringen van mensen. Nee, God werkt door minderheden. Neem de geschiedenis eens door. God begint bij Adam, de blanke man die hij heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Een blozende blanke man, prachtig van voorkomen. Maar buiten Adam vindt men alleen maar chaos, want niemand kan op deze aarde bewerken dan alleen de Adamieten. De Adamieten geschapen naar het beeld van God, omdat zij naar zijn beeld zijn geschapen om te heersen over deze aarde. Nee, God koos altijd voor een minderheid. Adam was in een minderheid. Want als we lezen in Lucas 3 vers 38 en we lezen zo die hele zogenaamd saaie geslachtslijn, dan komen we uit de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, zoon van God. Opeens staan we dan in de lijn dat als je dit gelezen hebt en je komt hier, dat en je zegt, ik stam van Adam af, dan ben je een kind, een zoon van God. Maar dat weten onze voorvader niet meer. Want God had hem gemaakt. Hij maakte wilde gedierte naar zijn aard, veen naar zijn aard, en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. In Openbaring 13 vers 13 lees ik, ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En God zegt in Genesis 1 vers 24, en dan komen we bij de andere volkeren. Ja, het is verborgen het woord van God, soms moeilijk te verstaan, soms niet te verteren. Maar God zei dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard. God heeft alle volkeren naar hun aard en soort gemaakt. Maar de mens is eensoortig, die is naar het beeld van God gemaakt. Ik heb mijn hele leven al verbaasd dat mensen niet doorhebben. Als je nou weer kijkt naar het continent Afrika, er wordt momenteel weer gecollecteerd en men heeft weer spotjes op de televisie. Mensen moeten weer geld verzamelen om zwart Afrika weer uit de ellende te trekken. Nee, dat is niet wat God zo wil zoals mensen dat doen. God had Israël als koninkrijk op aarde geformeerd om voor hem een koninkrijk van priesters te zijn, om vanuit hen en met hen de aarde te besturen. Maar Adam heeft het eerst aan de duivel overgedragen zijn koningschap, en wij geven het weer uit onze handen aan de vreemde volkeren die ons langzaam maar zeker aan het overheersen zijn.
Ja, we zijn gek op Nelson Mandela, ons vorstenhuis ook bijvoorbeeld. Hij wordt gezien als een soort moderne messias. Maar de Bijbel zegt dat hij iemand is die als beest uit de aarde is opgekomen. Hij komt daar. Hij is niet geschapen naar het beeld van Adam. Ja, ja, ja. En men wil dat wij uitverbasterd worden. Dat is wat we willen. Integratie. Kosten wat het kost. Wil je er niet onderwerpen, dan ben je racist. Dan gaan we je vervolgen. Zo is het altijd geweest. Als je de Bijbel naleest, kom je erachter. Na Adams val en later door de uitverkiezing van Abraham komen we weer bij Noach uit. En daar kiest God weer naar die grote chaos in Noachs tijd 8 zielen. En wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt dat het in onze dagen weer zal zo zijn als in de dagen van Noach. De aarde zal vol geweld zijn en verbastering zal de hoofdtoon zijn. Maar God kiest Abraham en geeft aan hem een eeuwige belofte. Dan kiest God Jacob en deze wordt soldaat van God of prins met God. Dan kennen we Jozef, Mozef, Jozua, Caleb. U ziet steeds weer dat God werkt door minderheden. En als men elk van hen bestudeert, komen veel zaken boven water die een boek kunnen vullen. Als men aan de kant van de massa staat, staat men verkeerd. Want Hebreeën 11 geeft ons een wolk van getuigen hoe minderheden werken. Kijk naar David, hij was ook een minderheid. Wie zal hem vandaag koning over Israël gemaakt hebben? Nee hoor, God kiest een klein volkje, Israël. Dat had hij al op laten schrijven in Deuteronomium 7 vers 6 en 7. Want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heer uw God uit alle volkeren op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veeleer zijt gij het kleinste van alle volkeren. Wat willen wij dan als klein volkje Nederland als we niet aan de hand van de Brussel lopen? En dan de lijn van de internationalisten, want zo wordt ons toch elke dag voorgehouden? Nee, wij moeten juist de hand van onze vader vasthouden. Want onze broer Petrus onthult voor ons onze herkomst als minderheid. Kom maar, 1 Petrus 2 vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, geen kerk, een koninklijk priesterschap. Een heilige natie, niet een kerk. Die dominees die durven dat tegen hun kerkmensen te zeggen. Gij zijt een heilige natie. Nee, wij zijn een volk, een etnos. Goden ten eigendom. Om wat te doen? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ongelooflijk. Het is ontzettend belangrijk om het woord van God te kennen. Maar we gaan door met het volgende lied van Gert en Hermine. Hij was 33. Hij stond voor het einde. Die vreselijke nacht in Caiaphas huis. Misschien werd gebeden, geweend en geleden. Die nacht voor hij ging aan Golgotha's kruis. Zie de liefde Gods ging langs de wegen. Toen het eerste morgenlicht verscheen, waar het einde leek, begon de zegen. Niemand die dat wist, dan hij alleen. Hij
bevroedde, maar ook werd gehuild die vreselijke dag. En machteloos weenden de vrouwen die meenden dat hoop was vergaan met vreugde en lach. Zie de liefde Gods ging langs de wegen toen het eerste morgenlicht verscheen. Waar het einde leek, begon de zegen. Niemand die dat wist, dan hij alleen. Jeruzalems straten, Romeinse soldaten, de liefde van God. Met doornen gekroond, gegezeld met zwepen, men had niet begrepen het offer van het lam dat eeuwiglijk troont. Zie de liefde Gods ging langs de wegen. Het eerste morgenlicht verscheen. Waar het einde leek, begon de zegen. Niemand die dat wist, dan hij alleen. Niemand die dat wist, dan hij alleen. Niemand die het wist dan hij alleen. En dat is waar. De Zoon van God die mens geworden is, die naar deze wereld gekomen is, om juist het mensdom te verlossen vanuit hun zeer benarde situatie. Want ze waren dood voor God in hun zonden. Die uitverkoren lijn, die geslachtslijn van God, dat staat zo mooi in het Grieks. Uit een genetische lijn, die lijn is door de duivel stuk gemaakt. En wij hebben dat ons maar gewoon laten overkomen. Ik kan u aanraden om nou eens een studie te maken van uzelf. Wat is nou uw herkomst? Mensen zeggen altijd, ja, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe? Je kent wel, dat zijn zo van die luchtballonnen die opgelaten worden, waar niemand het antwoord op weet. Maar als je het woord van God gaat onderzoeken, kom je uit wonderbaarlijk heerlijk als je uitkomt dat God jouw echte vader is, jouw schepper die jou heeft gemaakt. Dat je ontdekt dat je uit hem bent voortgekomen. Adam, zoon van God. En over dit feit kan niet gediscussieerd worden. Dat is een feit en feiten veranderen nooit. Zo is ook met Israël. Israël is een volk afgezonderd voor God. En dit haat Satan en zijn medewerkers. Je moet maar eens kijken hoe gehersenspoeld ons volk is als het gaat om vreemdelingen. 2 miljoen moslims hebben ons land. En we vinden het uitstekend dat er, ik weet niet hoeveel, van die tempels voor die volkeren wordt gebouwd. En ook niet die andere 170 nationaliteiten, maar even niet vergeten, die hoofdzakelijk wonen in de grote steden van ons land. Dat komt omdat ons volk geen herders meer hebben die hen heeft geleerd. In Matteüs 28 vers 19, daar gaf Jezus een opdracht, een bevel. Hij zei, ga dan heen en maak al de Israël volkeren tot mijn discipelen. En doopt hem in de naam des Vaders, Zoon en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Want dat is wat er staat in Matteüs. En onze geleerde heren hadden het moeten weten. Want zij kennen tenslotte Grieks.
Want in Matthäus wordt het woordje ethnos gebruikt. Ethnos betekent een volk van dezelfde soort en samenstelling. Maar in 1 Petrus 2 vers 9 wordt het woord laos genoemd. En dat wordt uitsluitend gebruikt voor Israël. Nou, ik zal u vertellen, wij hebben prachtige mooie studies om dat aan te tonen. Dat u en ik van hetzelfde volk van Israël zijn. Dat heeft de Heilige Geest gezegd. Want God heeft met heidenen nooit een verbond gesloten. Ja, en dit maakt onbekeerde, godlogenaars en schriftgeleerden zo razend. Probeer het maar eens uit, dat je zegt, ik ben een kind van God, ik ben van Israël. Nou, je wordt gelijk bestempeld als een racist. Nou, ik vind het een heerlijke, uitverkiezende lijn. Ze mogen het tot mij zeggen. Ik ben het eigendom van Jezus, de God en Koning van Israël. Want Israël is een uitverkoren geslacht, een ecclesia. Want God werkt nog steeds door minderheden. Als ik spreek van ons volk, dan heb ik het altijd over de blanke Nederlander en niet over een bonte natie die wij nu kennen. Hetzelfde geldt voor een normaal huisgezin. Vader, moeder en kinderen zijn allemaal van hetzelfde soort. Niet zoals men het heden de dagen wil voorhouden, dat blanke ouders met geadopteerde kinderen, zwart of gele, eenzelfde soort gezin willen vormen. Dit doet geen recht aan Gods beginsel. Vandaag leren zelfs de theologen dat het lichaam van de Heer Jezus, zij bedoelen dan op de gemeente, bestaat uit een lichaam die verschillende etnische volkeren in zich heeft. Ja, dan moet je in gedachten zien dat er een manspersoon staat met een blank hoofd, links een zwarte arm, rechts een gele en de rest van het lichaam bestaat uit verschillende kleuren. Dit doet mij denken aan een circusclown. Nee, God kent voor zichzelf geen multireel cultureel volk. Dat is de grofste leugen die ooit is gelanceerd. Dat is in tegenstelling met Gods woord. En daarom is Jezus reden voor de hedendaagse mens, gelovige of ongelovig, te hard. God werkt door minderheden. Eenvoudige vissers. Hij koos het geringste in Israël. En hij kocht. Hij koos geen machtige volkeren. Nergens in de Bijbel kiest God knappe theologen, maar eenvoudige mensen. Gelovige mensen die God onvoorwaardelijk vertrouwen, ondanks dat zij niet alles verstaan en ontdekt hebben. De Bijbel niet uit hun hoofd kennen. Die bijvoorbeeld geen Hebreeuws of Grieks kennen, zoals ik. Mensen zoals u en ik, met één sterk verlangen. Wat om het land te volgen waar deze gaat. Niet één van Jezus' discipelen zal in onze kerkenraden uitgekozen worden. Niet één werd uitgekozen voor het ambt van dominee of evangelist, omdat zij geen theologische opleiding hebben genoten. Maar het mensdom gaat eraan voorbij dat zij aan Jezus voeten zaten toen hij hen leerde. En dit geldt voor God als beginsel. Hij had gezegd immers, luister naar mijn geliefde zoon. Maar de wereld en de kerkleiders hebben van de Heer Jezus een wangedrog gemaakt onder leiding van de huidige wereldleider Satan, tegenstander. Wij worden gedwongen om aan deze voorwaarden te voldoen, anders weten ze ons wel te straffen. Maar bedenk, de geschiedenis leert ons dat vele miljoenen oprechte christenen hun leven niet hebben lief gehad boven hun schepper en bleven getrouw tot in de dood. Daarom ontvangen zij hun erekroon en eeuwig leven. Ruim 60 miljoen christenen zijn in de loop van die 2000 jaar christendom omgekomen omdat anderen hen niet zag zitten. Nee hoor, mensen zitten vandaag vast aan kerkelijke structuur en democratie. Dat wil zeggen dat niet God regeert, maar het gepeupel, want zo staat het in het Grieks, het gewone volk, die.
Nee hoor, in Handelingen 15 vers 5 staat, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Vandaar dat ik deze overdenking maak. Met andere woorden, de Heilige Geest en wij besluiten, dus niet het parlement of politieke partijen, nee, de Heilige Geest en wij besluiten om door minderheden te werken. Satan en de massa's hebben daarentegen goden gefabriceerd om aan de huidige tijd gelijkvormig te worden. Wij worden gedwongen in ons eigen land om aan te passen aan wie? Aan de heidenen die onder ons wonen? Op straffen van uitsluiting van ons burgerrecht? Niemand regeert en ook het parlement niet. Want zij vragen niet naar Gods eisen. Zij verwerpen Jezus' woorden totaal. Want deze zijn te hard. En daarom zeg ik tot slot, naar welke lijn wilt u luisteren? Welke keuze maakt u? Stromen van regen, een vreselijk gebruis. Noach de ark reeds gebouwd. Hij bleef gespaard door geloof met zijn huis, omdat hij op God had vertrouwd. Laat nog op leeftijd, zij kregen een zoon, Abraham en Sarah zijn vrouw. Door hun geloof kwam er blijdschap als loon. Zie toch, de Heer is getrouw. Door het geloof zien wij hem naderbij. Als de blinkende morgenster voor u en voor mij. Door het geloof kan geen storm ons verslaan. Kunnen wij tot hij komt blijven staan. Mozes, Egypte, de trek van Gods volk. Zij gingen dwars door een zee. Soms ging de Heer voor hen uit in een wolk. En die geloofde trok mee. Kijk toch verblinden en blijf toch niet doof. Zie toch, de Heer is nabij. Alles wordt zichtbaar alleen door geloof. Dat overwint net als hij. Door het geloof zien wij hem naderbij. Als de blinkende morgenster voor u en voor mij. Door het geloof kan geen storm ons verslaan. Kunnen wij tot hij komt blijven staan. Kunnen wij tot hij komt blijven staan? Kunnen wij tot hij komt blijven staan? Tot besluit van ons eerste gedeelte van deze overdenking wil ik u meedelen wat het toppunt is van doorzettingsvermogen. Dat is namelijk de slak die op tijd de ark van Noach bereikt. En Hebreeën 12 vers 1 leert ons, en met volharding de wedloop lopende die voor ons ligt. En dat hebben we nodig. Met volharding de wedloop
lopen die vorm is. Totdat Jezus terugkeert. Halleluja.